Ik heb vandaag gekozen voor het weer hier op de pier bij Hobbert. Met laag water. En dan kun je prachtige plaatjes maken van het wat. En wat ligt dat er stil bij? En wat is het rustig weer? Dat gaat volgende week helemaal anders worden. Uh, maar nu naar de verschillen in ons land. De afgelopen dagen konden we winterse plaatjes maken in het zuiden van ons land. En hier vanmiddag in het noordelijke deel van het land 8 à 9 graden. We gaan op naar het actuele weer voor vanavond en vannacht. Een nacht met een paar opklaringen, een nacht met bewolking, een nacht met soms wat lichte motregen. Maar ook een nacht met mist, dichte mist en zeer dichte mist. En die mist komt bijna in het hele land wel voor. Ook een nacht met temperatuurverschillen, 1 of 2 graden boven 0 landinwaarts zeg maar. 1 graad in het zuiden, in het oosten met kans op vorst aan de grond en gladheid tot 3 à 4 graden aan de kust. De wind uit zuidelijke richtingen is bijna niet zwak of matig, kracht 1 tot 3. Dan morgenochtend ook nog altijd kans op mist, dichte mist en zeer dichte mist. Op plaatsen met de lage temperaturen kans op wat gladheid. En verder overdag de zonnebal bij, maar de meeste kans op zon voor het watergebied, het zuiden, het westen en de meeste bewolking. Uh, verderop het land in. Ja, de temperaturen die liggen morgen tussen de 5 en de 7 graden. En de wind uit Zuid- tot Zuidwest, en die is zwak of matig. In de avond en nacht op meerdere plaatsen 1 of 2 graden vorst met nog altijd kans op mist en kans op gladheid. We gaan naar de vrijdag, de afsluiting van de week met zon, bewolking en een temperatuur tussen de 4 en de 7 graden. De wind uit Zuid- en Zuidoost nog altijd zwak of matig. In de nacht naar zaterdag toe op veel plaatsen voorstaande grond en misschien wel 1 of 2 graden echte voorstand inwaarts. We gaan op naar de vooruitzichten. Zaterdag een dag met zon, bewolking en zaterdag een dag met een temperatuur zo rond 5 of 6 graden. Gaan we kijken naar het weerbeeld op zondag? Dan hebben we wat regen, bewolking. De temperatuur is zo rond 6 of 7 graden. En op maandag gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. En op maandag wordt het een weertype met een krachtige wind. Later hard en een buiig karakter. Maar de zon is er op maandag wel bij. Hier vanaf de pier eh, bij Halbert Natuurlijk, ontmoet. Tot morgen.